zaak? En, ik ben met pensioen. Ja, die zaak is van hun twee. Oh ja. En namens Paul. Ja. Paul. Martin. En Nico. En die staat hoe lang er hier? Ik sta hier sinds 1973. Zo dan. Maar eigenlijk veel langer, want als kind stond je er vroeger natuurlijk. Ja. Want kinderarbeid was niet vreemd voor. Nee, precies. Je hielp gewoon mee. Ja. Het was ook geen arbeid, het was leuk toch? Leuk, spelen. Ja. Ja. Hij wil een verplicht werk. Ja. En heb je iets bijzonders meegemaakt in al die jaren? Dus, elke dag natuurlijk. Ja. Maar er zijn ook op hele opvallende dingen die meegemaakt zijn. Ja. Even kijken, ja, wat is het leukste wat er meegemaakt is? Ik denk de documentaire vind ik dat we op het Nederlands Filmfestival over de Rode Loper liepen toen de documentaire in première ging. Dat vond ik echt een hoogtepunt. En de documentaire van? Nico Snakker. Oh ja? En wanneer was dat? Nou, toen ze 50 jaar bestonden zijn ze daar ooit mee begonnen. Zo. En dat heeft een jaar of 6 geduurd voordat die uitgebracht werd. Ja, ja. En die heeft het zelfs tot in Oxford gebracht op de universiteit die zijn documentaire. Dus dat is wel leuk. Ja, dat is echt heel erg leuk. Het Film Food Festival. Ja, ja. Zo, heel erg goed. Ik denk dat dat wel hoogte vindt. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. En vandaag heeft hij de patat voor 60 cent. Ja, ja. En wat is normaal? 1,90. Zo. Ja. Hebben we extra zeg maar voor elk jaar dat we bestaan... Een cent. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, we hopen dat het ooit nog eens 1,20 gaat kosten. Ja. Nou ja, gezamenlijk. Zit je er al? Ja, hè? Zit je er al aan? Ja, dan kost het gewoon weer 1,90. Ja, dat is goed. Ja. Nou, net van dat ome Ed hier ook aan tafel zit. Ja, dat is deze tafel dus. Dit is de tafel van ome Ed. Dat is zijn plekje daar. Ja, dat is zijn plekje. Ja. Hij is net weg. Nou, ome Ed die vlucht altijd als het druk wordt. Als het druk wordt. Want die houdt niet van publiciteit. Die houdt niet van publiciteit, nee. Maar ome Ed heeft altijd overal mening over. Ja, ja. Maar dat wordt nog wel eens agressief verwoord. En, ja, ja, ik lees het regelmatig. Dan is het altijd fijn als er niet zoveel mensen aanwezig zijn. Wel inderdaad. Ja. Zijn vrienden houden hem wel een beetje onder controle. Hè, en zijn vriendin. Maar wie zit er dan hier nog meer? Van de Gerrit de Gleuverijder. Ja? En van de Golden Earring? Samantha. Rine Scherfs. Samantha natuurlijk. Vaste klant, hè? Ja. En Elsje. Wonen die hier in de buurt? Ja. Ja, ja. Ja, ja. De hele buurt komt hier. Ja, precies. Bijna iedereen is klant van ons die in de buurt woont. Ja, dat geloof ik. En wat... Ja, je moet je inderdaad voorstellen dat bijna iedereen die hier binnenkomt, daar hebben we iets mee gehad. Op school gezeten, sommige verkering mee gehad. Oh nee, niet allemaal natuurlijk. Maar ja, op een club of een vereniging. Ja, je hebt er altijd wel met iemand iets meegemaakt. Ja. Gezellig een biertje gedronken. Ja. Ja, dat is met zo'n buurtzaak. Ja, zeker. Een soort clubhuisje. En daarom hou je het ook vol, denk ik. Dat de gezelligheid die ontstaat zeg maar, vanaf het moment dat jullie open zijn, 12 uur. Ja. Ja. En dan tot? Tot 11 uur s'avonds. Tot 11 uur s'avonds. En dat is de grap van Nico. Ja. Die had altijd op de Haarse Marktenzaak en die heeft hij verkocht. Ja. Maar na 2 jaar thuis zitten, vloog hij ongeveer... Word je helemaal gek? En die begon zich dood te vervelen. Ja. En die zag ons natuurlijk een hoop plezier hebben. Ja. En toen komt die mooie weer. Ja, ja. En krijgt hij nou ook betaald? Nee, dat hoeft niet meer. Dat heeft hij niet nodig. Dat heeft hij niet nodig. Maar wel heel erg naar je zin natuurlijk. Ja, ja. Gezellig. Als je eenmaal in dat vak gezeten hebt, dan ben je niet meer buiten. Maar was dat ook betapt? Ja. Daar ook. Oh, en heette dat 45 jaar daar. Op het Hollemaplein. Ja, en heette dat ook? Ja, Nico's. Net zo'n soort zaak als Otto. Ja. Had ik ook. Ja, ja. Want dit heet natuurlijk ook Nico's. Ja. Het heet allebei hetzelfde. Oh ja. Ja, mijn vader, vroeger waren die zaken van mijn vader. Ja, natuurlijk. En die heette ook Nico. Mijn vader is overleden en toen zijn die namen gebleven. Ja, ja, ja. Voor 40 cent, ik ben nog blij dat je veel betalen. Gaan we kijken, Fien. Gaan we kijken. Gaan we kijken. Dan mag de Ik ben de Fien.
zien er goed uit nog. Ja. 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 Ja.